Ik wil even kennis maken met u, ja. Het is zeer schön, ja. Wilt u even naar beneden komen in mijn kelder. Ga dan in die fucking kelder. Kom op man. Dagelijks AD. Yo dames en heren, mijn naam is on. Leuk dat je we kijkt naar een nieuwe Sims aflevering hier op ah. Dagelijks AD. En ik zie een koffertje bij Frans en daar staat bij te laat voor het werk. En dan zie ik echt chef de partie. En toen zat ik ook van. Sinds wanneer is Frans een kok? Ik kan me niet herinneren dat ik hem een kok heb gemaakt. Is dit nou serieus gebeurd. in de periode dat ik gewoon op een andere savegame heb gespeeld? Of wat gebeurde hier, weet je? Ik, ik, ik begrijp dat niet. Dus ik kan me niet zozeer herinneren dat ik dit heb gedaan. Dus wat kunnen we doen? We kunnen ontslag nemen. En we kunnen ook gewoon fucking scheid hebben en gewoon niks doen. In ieder geval, Joost, die is ook niet op zijn werk. Maar ja, die moet natuurlijk dit ding nog eventjes klaarmaken. Voordat hij uiteindelijk naar de ruimte kan gaan. Of in ieder geval een ruimtemissie kan doen. Om dus elke keer zijn dagtaak bij te kunnen houden. Dat, dat, dat is dus niet mogelijk. Maar in ieder geval bij Frans. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik weet het niet. Dus uh, ik zeg maar, pak je telefoontje er maar bij. Haal dat werkje maar tevoorschijn. En ga maar even lekker ontslag nemen. Want dit is de grootste nonsens die er is. Dit kan toch niet? Hoi, ik ben Frans. Ik wil graag even ontslag nemen. Is dat oké? Okay? Ja, wat? Uh, <laughs> het zal eens niet. Er is weer eens geen tekst. Oké. Okay. Carrière culinaire beëindigd. Serieus, ik ga eens even kijken op de computer van, yo, eh, uh, baan vinden. Dan kan ik misschien eventjes kijken of er iets tussen staat wat mij bekend voorkomt. Want zoals jullie natuurlijk weten, ik speel heel wat spelletjes. Dus dan heb ik natuurlijk ook heel veel verschillende dingetjes die ik speel. En dus ook elke keer andere dingetjes die ik moet onthouden. We hebben, we hebben hier, er is nu vraag naar mixoloog van 6 uur tot 2 uur. Nee, ik kan me serieus niet herinneren dat ik hierop heb geklikt. Ik weet dat ik voor Milan had ik toen gekeken. Wat Milan heeft ook een baan? Wat is hij dan? Hij is een loopjongen. Nee, hè? Waarom is er voor Milan ook een baan bijgekomen? Spijbelen? Snipperdag nemen atleet? Hij is een atleet? Nee, helemaal niet. Hij is echt alles behalve een atleet. Dit is echt, Ik zweer je dit spel fucking raar. Je wat is dit? Oh wacht, dit was natuurlijk het ontslag nemen. Oh, dat zielige muziekje er ook gewoon bij, van, oh, hij heeft geen baan meer. doe do 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 do, fuck dat, weet je, we hebben alsnog 43k op de rekening staan. Weet je wat, Milan, jij bent oppers geconcentreerd, doe dat meubeltje. Maar wij willen natuurlijk ook dat jij uiteindelijk gewoon een instrumentje kan maken, dus dat betekent dat je ook weer aan dat instrumentje moet gaan werken. Ik ben daarentegen nog eventjes verder gaan uh, met mijn computerspelletje. Want ja, dat uh, duurt nou eenmaal gewoon een eeuwigheid om te maken en uiteindelijk levert het geen ene reet op. Dan kan je net zo goed als Melvin gewoon 500 boeken schrijven en dan weet je gewoon dat dat goed is. Wat ik uiteindelijk met zeg maar de benodigde gitaarspeelattribuutjes, dingetjes... Kan ik uiteindelijk bijvoorbeeld een entertainer worden? Uh, als in grappen. Nou, ik vind mezelf bijzonder grappig. Dus dat zal in de Sims natuurlijk ook zo moeten zijn. Maar als ik ook gewoon met dat gitaartje door blijf tingelen. Dan zal dat uh, gewoon goed blijven gaan. En dan kunnen we uiteindelijk dus een carrière hebben in de entertainment. Hé hey Frans, kan jij anders dit ding niet eventjes af. Nee, 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 nee. Dat had te maken met ruimte, wetenschap, dingetjes. In ieder geval, Melvin, jij hebt weer een aantal boekjes geschreven. Je ziet het in de inventaris. Nieuw, 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 nieuw. En we hebben hier boek laten publiceren. Nou, welke is uitstekend? Vanzelfsprekend zijn ze gewoon echt allemaal vanzelf uitstekend. Dat is toch gewoon belachelijk. Dus uh, Melvin, jij gaat. Doe maar gewoon puzzelpret, zelfvertrouwen boek. Hoppakee, uitgever verkopen. Nou, volgens mij heeft iedereen wel zo'n beetje zijn dagtaak gedaan. Dus dat is uitstekend natuurlijk. Dus uh, er gaan in ieder geval al twee jongens naar bed toe. Melvin, jij ze. Sta... Oh, Jezus. Moet je kijken. Hij heeft een buikie. Nou, nou, valt op zich wel mee. Maar het is schijnig dat ze zo aan het converseren zijn. Eén zit met zijn pootjes in het bad. En de ander zit lekker te zagen. Dus uh, ja, uh. verschil moet er wezen, hè. Zeg, ik zweer, dat praten, dat werkt wel afleidend, hoor. Dat, dat is wel zo. Dan gaat zeg maar gewoon hetgene waarmee ze bezig waren, dat gaat gewoon echt stukken langzamer vooruit. Maar, Milan, jij wilt natuurlijk ook instrumentjes maken. Dus ga maar gewoon eventjes lekker pingelen. Dat lieg ik, dat ga jij niet doen. Ik heb daar andere plannen voor. Want ik ga dat uiteindelijk doen. Maar dat betekent dat ik uh, natuurlijk met mijn gitaarniveau moet ik vele malen verder omhoog. En dus uiteindelijk moet ik ook mijn handigheid moet ik wat uh, hoger neerzetten. Joost heeft uh, blablabla maar rampzalig gepresteerd. Wat is er gebeurd? Oké, okay, uh, jij moest in ieder geval dit ding nog afbouwen. Want dan kan je in ieder geval je ruimtemissies doen. En dan gaat uiteindelijk je raketwetenschapniveau gaat omhoog. Doe dat maar in dat mooie pakje. Dan kan, uh, kunnen de buren ook gaan gluren van... Hé, hey, hij gaat waarschijnlijk naar de ruimte toe. Huh? Yeah. Wow! Explosies! Of zit je... Ja, je, nee, je probeert te lassen. Maar moet je daar überhaupt wel lassen? Hé, hey, lukt het? Ja, rak niveau 2 bereikt. Kan nu sneller bouwen. Oh, kijk, dat is toch vet. Is hij gewoon eventjes aan het lassen. En hij heeft een fucking lama op zijn schouder. Waarom? Oh, hij heeft een rank 2 is hij. Ik vraag me af wat dat betekent. Oh, nee! Ja, daar gaat de knal weer. Hé, hey, we hebben eigenlijk nog, nou ja, drie persoontjes die thuis wonen. We hebben Milan, dat is de handige man. Uh, we hebben mijzelf, dat is de computerman. En we hebben Frans, dat is gewoon Frans. Uh, de kokman, oftewel. Uh, maar ik vind dat mijn karakter ook nog wel even wat meer in het huishouden kan doen. Dus daarom ga, ga, gaat mijn karakter nu gewoon even lekker koken. Zodat uiteindelijk, als iedereen wakker wordt, dat ze gewoon een lekker bordje eten klaar hebben staan. Ik vroeg me af wanneer dit ding af is. Maar ik zie aan dit balkje dat je echt. Je bent nog maar op 40% of zo. Damn, dit gaat nog wel even duren. Wat dat betekent, dat hij ook gewoon echt voor de rest van deze periode. kan hij geen. Dagtaak ruimtemissie doen, dus dan zal hij elke keer ramzalig presteren, maar je, je hebt in ieder geval nu twee dagen om aan dat ding te werken, dus uh, ga gewoon je gang. Of kunnen er meerdere mensen aan werken? Oh, dat wil ik wel eens proberen. Serieus, er kunnen meerdere mensen aan werken? Allebei, uh, ja, hij staat er nog een beetje bij te kijken. Dat is super gaaf. Oké, okay, wacht, dan laat ik dat uh, niet uh, Jos doen. Dan kan ik bijvoorbeeld Milan daar wel uh, mee laten helpen. Nadat hij natuurlijk een bordje tapir heeft gegeten. Een uitstekend bordje tapir. Dat is wel geinig. Zo kan je echt een soort shift hebben als het ware. Een soort diensten. De ene heeft dagdienst, de ander heeft nachtdienst. Weet je. En dan kan uiteindelijk, uh, wordt die raket dan veel sneller gebouwd. Zodat uh, Joost dus eigenlijk sneller naar de ruimte kan gaan. Ja, dat vind ik leuk gedaan. Ik vraag me af of handigheid ook gewoon helpt om het sneller te bouwen. Nou ja, we gaan het nu gewoon zien. Milan die gaat in ieder geval leren in de raketwetenschap. Kijk, voor de statistieken zou het het beste zijn als Joost het gewoon compleet in zijn eentje zou doen. Want dan gaat zijn niveau in de raketwetenschap gaat gewoon vele malen omhoog. Maar, wat ik dus denk. Als je dus ook gewoon in de, in de ruimte zit. dan gaat je raketwetenschap sowieso wel omhoog. En dat moet hij doen vanwege ruimtemissies. Dus ik denk dat het wel gewoon een uh, goede combinatie zal zijn. Hoi Belvin, jij neemt ook even een bordje hier. Hartstikke mooi, hartstikke lekker. Nee, je loopt gewoon lekker erlangs. Oké, okay, ook goed jongen. Neem maar een hamburgertje. Kijk, dat is zo vet aan een dubbele trap, zeg maar. Dan kunnen ze met z'n tweeën naar beneden lopen. Alleen hier is het. Ga aan de kant en dan uh, rent er eentje naar beneden. Maar aangezien Milan geen baan heeft. Die kan echt gewoon de hele dag aan die fucking raket werken. Uiteindelijk zal hij gewoon echt een raketwetenschap. Vele malen hoger dan Joost hebben. Hé, hey, maar dat maakt niet uit. Want het komt uiteindelijk wel goed. Ik weet niet, hè. Als je fitness niveau 10 hebt, heeft het dan nog een beetje zin. Om uiteindelijk nog te gaan trainen? Ik bedoel, Matti is natuurlijk een topatleet. En die moet natuurlijk wel zijn lichaam en zijn conditie bijhouden. Maar ik weet het niet. Want als je fitnessniveau al 10 is... Maakt het dan eruit. Ja, je benen stonden stil. Hier is super chill. Milan die wordt nu een beetje vies. Hij wordt ook een klein beetje moe. Maar Joost... Die is eigenlijk zo direct alweer uitgeslapen. Nou, dan gaan we een beetje aan de rest van de statistieken werken. Plezier, sociaal, hygiëne. En daarna kan je uiteindelijk weer lekker aan een raket gaan bouwen. En je ziet ook gewoon, dit bovenste gedeelte, dat zat er eerst niet op. Maar dat zit er nu wel op. Oh man, ik verheug me er zo op. Om fucking Joost naar de ruimte te lanceren. D daar verheug ik me echt op. Het heeft verdomme ook gewoon echt 52 afleveringen geduurd, geloof ik. Totdat we uiteindelijk gewoon iets fucking awesomes hebben. Maar ja, zoiets moet natuurlijk opgebouwd worden. Ja, ik had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen. Hey, uh, cheaten, 50.000 in één keer erbij. Ja, hey, wie ben jij? Wat moet dat daar? Zie je. Nee, wat? Is zij de schoonmaakster? Voor je geven? Ja, zij is de schoonmaakster. Maar ik had toch eerst een andere man als schoonmaker? Oh, nou, uh, ja, eventjes kennismaken, dat is wel zo beleefd. Als iemand in je huis rondloopt. En dus ook aan het schoonmaken is. Dat je dan ook gewoon echt van. Hey, goeiemiddag. Uh, leuk dat je er bent. Ik ben Don. Dit is onder andere mijn huis. Oh ja, alleen het enige wat er dan zou gaan gebeuren. als je dan gaat praten. dan wordt het afgeleid. En ja, dat. Uh... <coughs> ja, Milan, jouw hygiëne is echt blabberd. Jij mag een pauze nemen, jongen. Het is goed. Dank je wel. Dat jij dit hebt gedaan voor onze goede vriend Joost. Dan kan jij nu in ieder geval gewoon even weer gewoon je ding doen. En dan is alles prima. En Joost, die is nu wakker. Goedemorgen. Nou, Joost, bij jou is ook weer alles in orde. Je kan weer verder gaan met de bouw. En uh, geven we het een paar uurtjes. En dan is hij gewoon weer compleet. En dan kunnen we naar de ruimte. Raketwetenschap 3 kan nu brandstoftanks van raketten uitbreiden. Nice. Ja, heb je weer je computer gesloopt? Ik repareer het wel. Want dat ding is echt een bakbeest van een computer, dus die willen we gewoon niet stuk hebben. Yes. Ik was iets compleet vergeten. Dat wij mensen zouden opsluiten in onze kelder. Ik zat, ik zag, ik zat zo. Ik zag, hey, lopen hier mensen? En toen zat ik echt zo van... Oh ja, ik heb een kelder! En toen zat ik van, hey, waar de fuck is mijn trap heen die ik daar had neergezet? Op mysterieuze wijze verdwenen. Maar jullie hebben mij wel enorm veel tips gegeven. van hoe ik op de beste manier mensen kan opsluiten. En dat gaan wij tot de proef stellen. Want degene die op het moment niks heeft te doen. is Milan eigenlijk. Dus jij gaat eventjes mensen aanspreken op straat. We doen een aardige introductie van. hé, hey, wat leuk. Uh, kom anders eventjes mee naar beneden. En dan uiteindelijk komen ze hier beneden. En blijkbaar ben ik daar dan ook. Maar dan hebben wij het volgende: de tactiek der tactieken. Wij maken een ruimte. Oh, nee, kom hier. Waar is ze heen? Ik maakte ruimtes en ze ging. Oh, nee. Ja, nee, dit vind ik vals. Oh, heb ik nou mijn kelder verwijderd? Ik heb per ongeluk mijn kelder verwijderd. Damn it. Het zit ook nooit mee in de wereld van de kelders. Nou, de verdomde kelder die staat in ieder geval weer. Wij gaan poging 2 doen. Om uh, die tante daar eventjes op te sluiten. Want het ging uh, blijkbaar niet helemaal zoals verwacht. Milan, jij goeie makker. Praten, oprecht complimentje geven, doe je ding. En dan zeggen wij uiteindelijk uh, samen hier naartoe gaan. En dan komen ze daar beneden. En uiteindelijk gaat Milan weer naar omhoog toe. Kau, Kijk, bij de eerste is het niet per se nodig. Kijk, dan kunnen we dit doen en dan hebben we dit, right? Right? Wat waarschijnlijk net ik verkeerd deed. Ik heb de verkeerde muren daar geplaatst. Dus al oh, doe ik dit, dan nee, dan heb ik hier een stukje kelder. Dan zou het al zo moeten. Kijk, dan zou het ongeveer zo zijn. Ja, 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 ja. dan zit ze eventjes opgesloten. Ja. Kut, nu verwijder ik weer mijn kelder. Oké. Okay. Um, ctrl alt delete is uh, altijd een hele goede. ik zweer je. Het is echt super verwarrend, die ene tactiek. Het is echt ongelooflijk. Nu heb ik gewoon echt een stukje fucking muur hier, die ik gewoon niet weg kan halen. Oké, okay, de trap staat in ieder geval nog. De tante staat daar. Milan, waar ben jij? Want we gaan het nogmaals proberen. Tante, kunt u even mee? Dank u. Hé, hey, is de raket klaar? Hij is klaar. Hij is klaar. De raket. Hij is eindelijk klaar. Dan kunnen we zo direct een ruimtemissie gaan doen. Oké, okay, die staan daar. Die zitten lekkere conversatie te voeren. Oh, give the shit doorlopen. Oh nee, Frans, wat doe je? Frans, kom omhoog. Ze staat hoor. Ze staat. Trap is eindelijk verwijderd. En wij hebben weer eens iemand opgesloten. Holla die je! Het heeft eventjes geduurd hoor. Oké, okay, wat we nu gaan doen is alle statistieken van Joost omhoog proberen te krijgen. Dus ook sociaal, dat hij niet uiteindelijk eenzaam op de, in de fucking ruimte is. En het zal gebeuren hoor, dat je eenzaam wordt. Dus dat vernachelen we eventjes omhoog. Het is de hoogste tijd. Bedankt voor de gezelschap. Ah, je kan niet weg. Ik zweer, sociale is echt een dikke struggle om omhoog te krijgen. Het duurt zo verschrikkelijk lang voordat die balk überhaupt een beetje vol begint te raken. Matti heeft 602 verdiend en geweldig werk geleverd. Uitstekend. Heeft absoluut vakantie nodig. Dat kunnen we regelen of niet. Maar we kunnen het wel doen. Fuck it, jij krijgt gewoon een snipperdag. Snipperdag nemen. Bel je baas maar op. Hé, hey, uh, baas, moet je eens goed luisteren. Ik uh, neem een uh, snipperdag hier, als je het niet erg vindt. Heb je vakantiedag opgenomen? Geniet van je vrije dag. Dank u wel, computergestuurd dingetje. Ik zal er optimaal gebruik van maken. Oké, okay, Joost, jij hoeft alleen nog maar eventjes naar de wc. En dan is alles goed. Alles is goed. Alles. Oké, okay. Oké, okay, Joost... Wat zullen we doen? Gewichtloze training of ruimte verkennen? Ik zeg ruimte verkennen. So, so oh, daar gaat hij. To infinity And Beyond. Wat? Waar gaat hij naartoe? Waar is hij heen? Een noodoproep. Serieus, nu al. Hij zegt letterlijk 10 seconden de ruimte in. Nog ineens. Help, help. Joost ontvangt tijdens een tocht door de ruimte een noodoproep van een ander ruimteschip. Hij kan niet alles wat de piloot zegt verstaan. Maar hij kan wel redelijk de locatie van het noodsignaal aflezen. Hij zet koers om hem te redden. Oké. Okay. Ja, dat was de enige optie. Oké. Okay. Holy shit, dat is zo vet. Gewoon even. Hé, hey, uh, uh, jongens, ik uh, ga even de ruimte in, oké? Okay? Uh, uh, tot over uh, 10 minuutjes. Dan komt het echt een beetje op neer. Oh shit, zwart gat. Dat verklaart een hoop. Naarmate Joost dichterbij komt, ziet hij een buitenaards ruimteschip dat een enorm zwart gat ingezogen dreigt te worden. Joost biedt aan de kapitein van het ruimteschip aan boord van zijn raket te brengen, maar het buitenaardse wezen smeekt hem om het volledige ruimteschip te redden. Ik zal je rijkelijk belonen, alsjeblieft. Moet hij het erop wagen? Nee, 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 dat is niet mogelijk. Een zwart gat heeft zodanig een kracht. Ik zeg gewoon piloot redden, that's it. Ontsnapt Joost weet wel beter. Terwijl hij zich tegen een aantrekkingskracht van het zwarte gat verzet, manoeuvreert hij zijn raket naast die van het buitenaards wezen. Zodat hij ervan kan overtuigen om het schip te verlaten. De piloot wordt nog net op tijd in veiligheid gebracht. Een paar seconden later wordt zijn ruimteschip het zwarte gat ingezogen. Toch blijkt het buitenaards wezen niet erg dankbaar te zijn. Hij geeft Joost een zeer bescheiden beloning voor diensthulp en vraagt vervolgens om bij de volgende planeet afgezet te worden. Naar huis, terugkeren. Wow! Hé, hey, uh, schat, ik ben thuis. <laughs> Joost is veilig teruggekeerd van het verkennen van de kosmos. Fucking awesome. Ik vind het echt zo gruwelijk. Echt, Joost, door deze astronaut shizzle, is hij nu één van mijn favoriete karakters. Maar ja, dat kan al gauw. Je wordt al heel gauw mijn favoriete karakter. Als je gewoon één goede actie doet, dan is het echt zo... What? What the man? Nou, omdat Melvin natuurlijk als eerste wakker is. Dit is een van de eeuwenoude regels van deze serie. De eerste die wakker is, moet ontbijt voor de rest koken. En dan maakt het niet uit wat het is. Desnood is het fucking hamburgers om 6 uur ochtends, weet je. Om het dieet maken wij ons niet zozeer druk. Oké, okay, wie moet er als eerste naar het werk toe? Melvin pas over 24 uur. Dus die kan weer 500 boekjes gaan maken. Nou, Jos moet pas over twee dagen. Joost moet over 7 uur. Oeh. Oh, ik heb jou. Uh, uh, ik heb niet lang gecheckt. Maar jij stinkt. Want je ziet het walmpje eraf komen. En je bent in slaap gevallen. Uiteindelijk, deze persoon zal gewoon sterven. Oh nee, wacht. Want ze hebben toegang tot mijn koelkast. Koelkast weg. Oké. Okay, ik wil nog eventjes één keer proberen hoe dat werkt. Met muren ondergronds. Want het lijkt me gewoon dat je hier gewoon een muur kan neerzetten, toch? Dus dat betekent. Dat wij een muurtje om deze tand te kunnen bouwen. Zonder. Dat ze er dan vandoor gaat. Dus we doen gewoon even een ruime muur. Zo. Tadaa. Oké. Okay. Dan hebben we die in ieder geval. En dan gaan wij nu het volgende slachtoffer zoeken. Nou, die gaat niet uh, gebeuren, want dat is Daphne. Die heb ik nodig voor mijn eigen serie. Jij daarentegen, Don, don te, Lotario. Kom eens hier, kom eens hier, kom eens hier, kom eens hier. Wacht pauze. Anders kon ik je niet bijhouden. Hé, hey, kom eens hier. Wat een aardige man ben jij. Aardige man. Kom eens naar beneden. Oh, wacht. Nee. Shit, moet ik wel een trap plaatsen natuurlijk. Ah, 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 ah. De trap staat. Uitstekend. Wat? Nee. Ah, nee. Hij gaat er door. Ah. Oké, okay, hij trapte er niet in. Oh, wacht. Hij is boos. Hij komt deze kant op. Aardige introductie. Zal vast niet zo'n goed plan zijn op dit moment. Milan, hou hem tegen. Milan, waar ben je? Oh, je bent beneden. Hallo. Ik wil even kennis maken met u, ja. Het is zeer schön. ja. Wilt u even naar beneden komen in mijn kelder? Ga dan in die fucking kelder! Kom op, man! Oké, okay, oké, okay, ze staan, ze staan. Ja, gaat goed. Milan, ren naar boven. Ren! Nu! Oké, okay, het is gelukt. Het volgende slachtoffer is in de kelder. Oké, okay, dan kunnen we nu ook deze muren weghalen. Want dan kunnen ze in ieder geval nog met elkaar converseren en zitten van: Yo, what the fuck gebeurt er? Ja, ik weet het niet. Maar we hebben in ieder geval nu wel twee personen in onze kelder. En die valt al gelijk neer. Ha ha ha. <laughs> Dit is zo stom. Ze gaan gewoon verhongeren in die kelder. Maar in ieder geval, het uiteindelijke resultaat gaan wij beschouwen in de volgende aflevering. Ik wil je bedanken voor het kijken van je toffe video. Doe dan een duimpje omhoog. En graag tot de volgende keer. Doei, doei Hoe gaat het met het slachtoffer? Hij wilt fitnessen. Nou, hij lacht er zelfs nu nog of. Hij zwaaide zelfs naar de camera.